2,5 jaar zaten we zonder, maar er is weer een nieuwe ambassadeur van de Verenigde Staten in ons land. De Amerikaanse Senaat heeft zojuist Timothy Broas benoemd. Hij is geen diplomaat, maar een advocaat die veel heeft gedoneerd aan de verkiezingscampagnes van president Obama. Broas maakte een video om zichzelf voor te stellen. Hallo, ik ben Timothy Broas, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Tim Broas zou eigenlijk al in 2012 benoemd worden. Dat werd uitgesteld nadat hij werd aangehouden voor rijden onder invloed en verzet bij zijn arrestatie. Broas is advocaat die eens in Nederland werkte. Diplomatieke ervaring heeft hij niet. In Amerika word je ambassadeur van een middengroot land door geld te geven aan de president. Broas samelde 7 ton in voor Obama's campagnes. Nu gaat hij naar Den Haag. Er is kritiek op Obama's benoemingen. Hij schoof andere donateurs naar voren die nog nooit in het land waren geweest waar ze gepost worden, bleek tijdens hoorzittingen. Have you been to Argentina? Senator, I haven't had the opportunity yet to be there. I take it you've been to Iceland? Sir, I've not had the privilege yet. Er waren senatoren schrokken. De man die naar Noorwegen gaat wist niet eens of het land eigenlijk een koning of een president heeft. I have no more questions for this incredibly highly qualified group of nominees. Tja, zei de komieken, dan kan ik ook wel ambassadeur worden. I was in Cancun and I dated a girl named Tina. Is that good? Misschien daarom een charme-offensief van ambassadeur Broas. Biking is one of my favorite hobbies. You'll see my wife Julie and me riding along the canals and sampling fresh stroopwafels, maybe even herring. Binnenkort biedt hij zijn geloofsbrieven aan bij de koning. Erik Mout aan RTL Nieuws, New York.